Mijn naam is René Tepas. Ik ben Kirsten Koopmans. Ik ben de linksmidden van PSV. Ook altijd wel aanvalster geweest. En 27 jaar. En ik kom uit Veenendaal. Ja, Veenendaal, helemaal naar Eindhoven. Ja, klopt ja. Elke dag een uur heen en een uur terug. Het leuke is, je bent eigenlijk met korfbal begonnen toen je een klein meisje was, hè? Klopt, ja. Alleen, ik kom eigenlijk uit een korfbalfamilie. Ook wel een voetbalfamilie. Maar omdat ik geen wedstrijden mocht spelen op die leeftijd, ben ik maar gaan voetballen. Ja. En kijk eens aan waar je staat, hè? Ja, klopt, ja. Je hebt onder andere bij ADO gespeeld, bij Telstar gespeeld. Klopt, ja. ADO, Telstar, Utrecht. Ik heb er al wel wat gehad, ja. Het is al mijn negende seizoen. Negen alweer? Ja, lange tijd. En wat valt je op van hoe het nu is in de Eredivisie? Is het veel anders dan de afgelopen 8 jaar? Ja, lastig. Het is heel erg groeiende, dat zie je. En ik denk ook dat het een stuk professioneler is geworden. Alleen dat moet nog meer groeien. Ja. Ja. Even terug naar de wedstrijd 1-1. Dat was toch wel een spannende uitslag, hè? Klopt, ja. We waren best wel aan elkaar gewaagd. Vooraf had ik dat ook wel gedacht. Alkmaar heeft best wel... Een jonge team met veel talent. Alleen voor ons waren eigenlijk de 3 punten heel erk belangrijk. Gezien we bij de eerste 5 willen eindigen. En zo maken we het onszelf wel lastig. Ja, ik zei al, jullie toch iets meer aan het gelijkspel dan Alkmaar. Want je verstevigt ietsjes nu meer de derde plaats. Ja, we wilden graag die derde plaats inderdaad verstevigen. En ik weet niet wat de rest heeft gedaan, maar nou moeten we vrijdag weer knallen. Het was in de eerste wedstrijd, want dit is een inhaalwedstrijd, was het wel heel vreemd. Dan stuip het veld ineens mist. Ja, klopt ja. 5 minuten en we konden weer gaan. Helemaal terug naar Eindhoven. Ja. En de wedstrijd, kun je iets uitnoemen wat vallend was in de wedstrijd of leuk was, vond je zelf? Ik vond het vooral een heel pittige wedstrijd. Ja. Ik vond eigenlijk af en toe dat het iets te hard eraan toe ging. Veel gestrekt benen. Ook een aantal overtredingen op mij. Dat vond ik heel erg opvallend. En de scheids liet het toe. Ik zag het al aan de kant. Ik was af en toe al een beetje bang voor mijn enkels. Maar op het eind zag je wel heel erg dat het op en neer ging. En de kansen kwamen aan allebei de kanten. Dus ja, ik denk voor de toeschouwer wel een leuke wedstrijd met zulke kansen. Zeker, wat een kans alweer. Ja. Wat doe je naast het voetbal nog? Ik werk bij een hypotheekadviseur. En daar doe ik een beetje de administratie en klantcontact. En bepaalde carrière daarin door? Of heb je zoiets van 27 jaar, ik ga echt nu stappen maken in het professioneel voetbal? Nee, ik vind mijn maatschappelijke carrière wel steeds belangrijker. En ik werk hier dan sinds december. En expres eigenlijk omdat het mij wel leuk leek. En ik heb het daar ook hartstikke naar mijn zin. En voor nu in ieder geval werk nog combineren met het voetbal. En volgend jaar kijken wat ik ga doen. Ja. Nou, leuk hè? En allebei vind je wel bepaalde iets waar je zegt van ik kan met voetbal, kan ik daarin kwijt. Ik kan in mijn werk met de hypotheek kwam kwijt? Werk kan ik gewoon lekker bezig zijn. Ja. En voetbal is af en toe uitlaatklep. En ik probeer daar mijn plezier in te hebben. En op een gegeven moment is je maatschappelijke carrière toch wel belangrijker. Ja. Want hier kun je er niet van leven. Je kunt geen pensioen mee opbouwen, niks. Dus dan is uiteindelijk het werk belangrijker. Vind je aan de ene kant ook jammer? Ja, dat is wel jammer. Maar het vrouwenvoetbal is gewoon nog niet zo ver. Dus dat is niet anders. Eigenlijk door het EK van het afgelopen jaar, de winst, is het in de stroomversnelling gekomen. Ja. Wie weet... Ja, wie weet. Maar voor het Nederlands elftal is inderdaad heel veel publiciteit. Bij de Eredivisie Vrouwen mis ik dat nog wel een beetje. Dat is daarin niet echt meegegaan. En wie weet komt dat. Tot slot, hoe kijk je verder dit seizoen vooruit? Je maakt een goed seizoen door. PSV draait lekker mee, zou ik zeggen. Ja, ik had er tot nu toe wel meer van verwacht. De ploegen zijn heel erg aan elkaar gewaagd. Je ziet dat Ajax en Twente toch wel weer erbovenuit steken. En ik ben benieuwd wie de rest van de 5 gaat worden. En wat doe je meestal in je vrije tijd? Als je even een momentje voor zelf hebt. Want ik zag op Facebook een hele lieve hond voorbij komen. Klopt, ja. Ja, dat is het hondje die woont bij mijn ouders. Dus dat is af en toe wel leuk als die even langskomt of ik bij mijn ouders langs ga. Ja. Maar vaak is het serie kijken met mijn vriend of gewoon leuke dingen doen met familie. Gewoon rustig aan eigenlijk. Oké, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. En succes, hè? Ja. Oké, dankjewel, hè.